Een bijzonder goede middag bij Doe Het Voor. Het is alweer de laatste keer vanuit Boerum, live hier in Boerum. Wij willen er vandaag een finale dag van maken. Finale dag in het teken van Boerum's Got Talent, of niet Tineke? Ja, en daar beginnen wij deze dag mee, de laatste optreden. En hier hebben we ons populaire jury, Aya, Ale en Ria. Applaus! Het laatste optreden wordt verzwargen door twee spetterende famkes. En hun namen zijn Anna en Ilja. Dat is al. Wat zie je hem er mooi uit? Heb je hem er zin in? Ja, heel erg. En wat zullen jullie hem doen? We gaan No Limit doen van Too Unlimited. En volgens mij gaan jullie street dansen, of niet? Ja. Nou, een soort succes. Zet hem op! Ja, dat applaus had ze zeker verdienen, want het spettert er aan. Jury, wat zit hij hem ervan? Ik word er al moe van. Ik vond het prachtig. Man, oh man, ik zat te swingen op mijn stoel. Dit nummer doet me echt terugdenken aan toen ik jong was. Ja, je kunt er niet aan zien, maar ik word volgende week ook al 25. Ja. Hey, wij gaan... Dames, hartstikke bedankt. Wij gaan aan het einde van de uitzending komen wij weer om. Bij de, ja, het einde eigenlijk. Waar is de winnaar van Boerum's Got Talent? En nou eerst de Bastards. Wat heb je alle heks van nou weer in de maat drukt? Nou je van die stomme cadeaus. Ja, cadeau. Zullen we weer wat fraais weten? Had ik het niet docht. Dit is ja verschrikkelijk. Het is ook te lelijk om een snieplank te brukken. Weg met die brut. Dit van de Boerme Bastards. En dan gaan we nu door met het slot van de CSI. Boerum! Veel kijkplezier. De vorige keer in CSI Boerum. Hey, verzanten, kom eens van het bootje af. Wij willen even met u praten, heer Wietsma. We hebben uw brieven gevonden, mevrouw Brons. Staat dus Halsma, niet voor de gek. Ik heb er nooit wat aan gedaan. Ik had een verhouding met Minke, ja. Maar ik niet, hoor. Want ik ben getrouwd en zou zoiets nooit doen. Ik denk dat ik uw hulp wel ergens voor kan gebruiken. Hey, Irma, wat doen we hier eigenlijk? En waarom moet ik hier huis wezen? Ik weet ook van niks, maar het moest van mijn baas. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? We zijn hier vanavond om te praten over Minke.
Minke is 12 jaar geleden gewurgd en verstopt in de pastorie. Het forensisch bewijs gaat nog een tijdje duren. Maar Imke Boonstra die voelt al 12 jaar lang hier de aanwezigheid van Minke. Wat is dit nou voor onzin? Nee, maar dat is echt waar hoor. Imke is heel speciaal. Die voelt van die dingen, van het enge gedoe. Even nog even uw aandacht. We gaan vanavond hier een seance houden. En Imke Boonstra die gaat de seance leiden. Oh. Wat een belachelijk idee. Ik ga weg. Ik wil hier niets mee te maken hebben, hoor. Ik raad u aan om te blijven, Wietsma. Want als u niets te verbergen heeft, dan heeft u ook niets te vrezen. Ik geef nu het woord aan Imke Boonstra. En de tijd. En de tijd. En de tijd, de tijd. Hier is Imke. Minke die 12 jaar geleden is heen gegaan. Minke, ben je daar? Ik ben Minke. Wie verstoort mijn rust? Hier is Imke. Wij verstoren je rust omdat we antwoorden nodig hebben. Antwoorden waarover? Over jouw dood. Wie heeft jou vermoord? Jij hebt het gedaan. Dat kan niet. Ik beken. Ik heb het gedaan. Rekkeling. Maar mevrouw Rosema, ik snap nog steeds niet hoe u wist dat Wietsma de dader was. Dat is nou goed recherchewerk, Dirma. Als je nou goed luistert naar wat de mensen zeggen, dan haal je er heel wat uit. En ik had al het vermoeden dat er iemand van haar werk zou kunnen zijn. Maar ze had toch meer collega's? Ja, maar er was maar één iemand die in ons gesprek zich verkletste door te zeggen dat er een lijk onder de vloer lag. En dat wist helemaal niemand, behalve de dader. En hoe gaat het nu verder? Dit was het einde van een spannende serie van CSI Boerum. Of misschien ook wel niet, maar nu eerst gasten aan tafel bij Jacco. Bij mij aan tafel de heer Klappenburg uit Boerum. Welkom. En we gaan het hebben over oud Boerum. En voornamelijk over de oude rechtersteen van Boerum. Klappenburg, waarom was die oude rechtersteen van Boerum zo belangrijk vroeger? Nou, de rechtersteen van Boerum dat is een volstrekt unieke steen. Het is geen kunstwerk, maar het is een historisch monument. Er is net één dorp in de hele omgeving die zo'n steen had. Generaties lang had er op deze steen rechter zitten om rechter te spreken, voor 400 jaar lang. Dus je kan eigenlijk zeggen dat de hele geschiedenis van Boerum in een steen vastleidt. En dan is er nog heel wat heel bijzonders. Er is ook een historische beschrijving van deze steen. En daarin staat dat de steen lag op het zuidoosthoek van het kerkhof. En als het dan rechtdij weer, dan ging de rechter zitten op een steen. Maar werden we dan vroeger rechtspraak in Boerum, zou je zeggen? Nou, Boerum leidt in het voormalige Lauwerszeegebied. Het is als het ware als het eerst inpolderen en toen is het dorp Boerum ontstien. Vroeger wie het zag, als er een dorp ontstien, dan wou men zo gauw mogelijk een kerk bouwen. En dan kon men een pastoor aanstellen en dan hier men rechters. Dan hier men rechten. En een van die rechten wie dat men dus ook een rechter aanstellen moest. Aanstellen koe en mocht. Het groengebied van Boerum weer vrij groot. Het ron van Orde Lauwers hier achter ons tot aan benij Kolmta. En ek Wastermoenen, Muntjesiel, Kolmerpomp en zelfs een deel van Pietersiel moest van de rechtspraak naar Boerum ta. Maar wie stelde dan die rechters aan vroeger? Nou, dat waren in eerste instantie de kloosters, die hier een hele berg macht. Dat waren ongeveer tot 1580, de kerkervorming. En toen werd Nederland protestant en toen hier in de kloosters wie hun macht al kwijt. Toen is ook alle bezit zo'n beetje naar de staten gegaan en toen werd het uiteindelijk een kwestie van overheid. Uiteindelijk de gedetenijen stellen van die tijd de rechterzoon. En dat kun je vergelijken met de gemeenten van Joerendij. En hoe vond die rechtspraak dan plaats vroeger? Nou, die rechtspraak, dat was heel bijzonder. Op het dij van de rechtdag nam de rechter zitting op de steen.
de rechtspraak wie aankondigen in de kranten en ook de dwarpsomroeper die hier dus uiteindelijk al aankondigen dat er een rechtspraak wie. Nou, dan hier er een paar helpers bij hem, dat wie dus rechters uit oren dwarpen. En dan kon ze maken wat meer gewicht in de schaal lezen. Dan hier er nog een paar helpers bij hem, dat wie dan de mensen die de straf uitvoeren moesten. Dan kwam de lichte zaken aan de beurt. Dan kwamen de zware zaken aan de beurt, zoals diefstal. En uiteindelijk, als laatste, kwam aan de beurt moord. En dan Helen uiteindelijk... Kloppenburg, als ik u even mag onderbreken. Dit is de moordenaar van Minke. En hoe ging dat nou vroeger, in de tijd van de rechtssteen? Moord wie een hele zwaar delict. En ze hingen van de moordenaars wordt algemeen geen pardon. De moordenaar die werden dus ophongen in het openbaar, aan de galg. Dan weet ik genoeg. Onmiddellijk mee jij. Er werden dus wel degelijk mensen ophongen in Boerum, hoor ik zo. Er werden zeker mensen ophongen in Boerum. Hier vlak bij de Schipslier, daar wie een galgen vinden. En daar stier een galgen en daar werden mensen ophongen. Kloppenburg, bedankt. Dit was Gasten aan tafel bij Jacco. En dan nu door met een mooie muzikale noot. Of niet, ouwe? Nou, dat zou ik niet vertellen. Een hele mooie muzikale noot. Maar ik ben blied met gerechtigheid. Maar die muzikale noot die komt van onze braasband Advendo. The Pirates of the Caribbean. Er is deze week een hele prutte gebeurd. En hier achter mij zitten mensen die vertellen wat er al hier is gebeurd. Ja, mensen, dit is Keek op de Boermer Doggetvacht in de Warpbeek. We zitten hier in de originele Keek op de Weekkeuken. En zoals je hem zien kan, in Boerm is het altijd 4:30. Dus
Hey, dwars het voor geen dwarp, jongens. Ik ken er niks aan doen, maar ik ken de tongen wel overbreken. Ja, nog. Ik hoorde maandagmiddag burgemeester Bielker hier. En die vond Boerum een heel eigenzinnig dorp. En hij wil ook wel graag dat er Boerums kon spreken. Ja, maar waarom moet er dan in Oud-Woude? Hij kan toch veel beter naar Boerum komen? Hij kan een mooi, algemeen beschaafd Boerums leren. En dat noemen we ook wel het zogenaamde half stront, half ringwater. Algemeen beschaafd Boerums? Wat is dat een flauwekul? Maar bestaat er dan ook een soort van algemeen beschaafd Fries dan? Volgens mij knouden die Fries nog allemaal wat op los. Ja, algemeen beschaafd Fries bestaat, maar dat noemen ze in Friesland Gees Fries. Gaaf Fries. Wij praten dat dan, want ik heb er nooit gehoord. Ja, onder Friesland hoor je Gert van Tunen, maar voor de rest zal ik niet meer iemand weten die algemeen beschaafd Fries kent. Nou, woensdag hebben we hier Ruudje en die Nico Dijks horen daarna. En Ruudje de Haan, en die praat ook Gees Fries. Dat is waar, dat is waar. Zeg, en wat vond je hem van deze week, jongens? Wat is hem zo lang zo wat een beetje opvallen? Nou, wat mij opviel, dat onze presentator Tineke Kuipers, van mij had die de hele week met lood in de schoen lopen. Lood in de schoen? Ja. Maar nou, was ze zo zenuwachtig of zo? Nee, jongen, dat niet, maar ze was zoveel afgerond voor deze week, dat ze was doodbenauwd dat ze de haven in waaide zo. Oh, dan waaide die kant op, dat scheelt. Ja, dat scheelde wel, ja. Boerum's got talent, jongen, dat hebben we de hele week nog zien. We hebben een soort talent hier langs vliegen zien. Maar wat mij nog meest aan talent opviel, was dat onze presentators het zo knap deden. Volgens mij kennen zij volgend seizoen zo op een landelijke televisie. Ja, nou ja, ik zie Douwe Jan wel als de nieuwe presentator in plaats van Ron Brandsteder. Hij kon de Honeyman de quiz wel presenteren. En dan zie ik Tineke Kuipers, die zie ik wel als de nieuwe Linda de Mol van Ik hou van Holland. En dan Jacco bij de vertaal aan de Viertaal en ik is tot hem al bij zitten René van der Gijp met die commentaar. Oh, ja, nou, dat zal heel mooi weten. Ja, en nou, dat krijg ik wel. En over sportsproken, jongens. Die sportquiz van vanmiddag, of van dinsdagmorgen, middag. Die, ik zag direct dat die Billy Biljart met die balden, die had zijn balden op een pet, ja. Dat Seiko Boonstra was. Oh ja, met zijn dikke pingers. Ik zei het ook direct. Ja, maar ze moesten de sportverenigingen aanprijzen. En hem dat ook gehoord van Helene Meijners, maar die zich versprak? Nee, dat heb ik niet door. Oh, ja. Nou, die had het over de term pancake, maar ze zei spacecake. En nee, wel? Heb ik daarin benaderd. Ik denk, wat zou Martin Hurman wel niet allemaal achter in de tuin verbouwen daar? Dat waren wel een hele wietplantage staan. Ik wil niet zeggen, maar de politie moet maar eens even op het hoekje kijken misschien. Adres is bij de redactie bekend, jongens. En dan nog het boermelied. Heb je dat zien dat er een nonnenzong werd? Ja, ja, het was een mooi liedje, ja. Ja, maar het werd ooit geschreven door de gereformeerde dominee en de nonnen die het zong waren katholiek. Nou, dan is een verrutsing in de blik, zeker in alvast het samenwerkproces, denk ik. Ja, dat is... nou wil ik nog even wat zeggen over de regisseur. Want toen je eraan begon, toen zei ze, je moet op een regisseur liggen en je zit allemaal zo aan tafel. Maar ik denk dat die roeping helemaal mislopen is. Ja, maar nou, ik bedoel, want kijk, als regisseur moet ze de titels daar weer zwaaien. De seconde tikt niet weg. Ik denk dat ze helemaal bij het NOS Journaal past. Ja, als leider? Ja, als tolk verdoopt met slecht hoort, al die beweging die ze maakt. Ja, joh, ja. Maar, en wat? in de braas bent, wat vond je ervan? Nou, ik speelde zelf bij, dus ik vond het prachtig. Oh, ja. Nou, totdat die piratenfuck kwam, dan hoorde het nergens meer op. Nee, hoorde het nergens daar. Nee, echt waar. Ja, nou, maar ja, dat was er eens, dat kost dan zijn zwaaien natuurlijk wel zien. Het is correct bij het Eurovisie Songfestival. Boerum, Advendo. No points, nee. En wat vond je van het filmpje van CSI Boerum? CSI Boerum vond ik geweldig. Dat vond ik machtig. Ik vond het nou jammer dat die Wietsma, die de dader was, dat ze die nou ophangen. Maar ja, waarschijnlijk ben we zo aan Wietsma wegkomen. Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou ja, ik vond het prachtig. Je kan alles over Boerum zeggen, maar ik vind het is een moorddorp. Proost. Proost. Ja, en een groot applaus dat we hier keken op de week. Wij gaan oor naar de uitslag van Boerum Got Talent en ik ben heel benijd. Ben je hem eruit, jury? Ja, we zijn eruit. Het was hartstikke moeilijk. En de winnaars zijn Kenu en Kelsey. Kenu en Kelsey! Een heel groot applaus. Een hele grote beker voor jullie. En dan hebben wij echt nog een extra prijs. En dan mag ik je hem vertellen wat het is. Want je mij, Jim Veske, waar je hem zelf screun hebben, opnemen in een echte studio. Oei. Dat er een echte single van komt. Is dat net fantastisch? Jou is een druk applaus. En ik jou het stokje hoor, Oendouwjan en Jacco. Ja, Tineke, bedankt. We staan hier naast Lippenhuizen. Lippenhuizen, hebben we er ook zin aan volgende week? Ja, Lippenhuizen had er zin in. Echt wel. Daar ben ik klaar voor. En wat vond je van Boerum? Prachtig. Ja, netjes. Knap ding. Dan kreeg ook een prachtig stokje van ons. Maar zoals ze zeggen, veel plezier. Veel succes volgende week. Dank u wel. Dat was hem. Oké.
Dan heb ik nog wat voor hem. Alsjeblieft. En ik zou nog zeggen van show even op www.dogertvoortindwarp-lippenhuizen.nl. Bedankt. Nou, bedankt. En ik hoop dat het koud staat. Nou, en hier hadden we het. Nu weer aan het einde. En aan alle mooie dingen komt een einde. Wim, wij waren... De altijd charmante en lieftallige Tineke Kuipers. En de altijd robuuste bouwvakker Jacco Kingma. En ik was je presentator Douwe-Jan Boersma. Met nadruk op boer. En wij willen zeggen, dit was Boerum. 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 Kies een keer een keel. We doen het voor Boerum. 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 Dan een sommetje, ze speelt daar met verbouwd, want hij speelt de oud. Hij rent ze in het dorpshuis, wordt de buur hem echt thuis. Thuis, 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 thuis. Hij gaat de fiets naar het dorp met de bel. En de bellen kan hij best wel snel. Hij zwaait met de bel, heen en weer. En roept het nieuws nog een keer. Bij de vorm de ketten staat de steen dat niks zegt. Vroeger zat er een man, maar die was recht en het was recht. En als ik hier nog duim speel, dan kreeg ik honger. Daar. Ja, daarin ik naar mijn huska, zo hard als Foekje Dillema. Buren is een dorpje in het noorden van het land. Ze kent het dorpje vast wel, want het staat ook in de krant. De molen is aan het fikken, dat was niet gekeken. We hebben nog te kijken, het monument is vet sterk. Buren is trots op de oren, moet je dat nou horen, horen.